En een beetje goed gevoel voor morgen ook? Nou, ik denk eigenlijk, ik heb er nog eens over nagedacht, maar we gaan gewoon kampioen worden, denk ik. Want als je kijkt, die grote landen, België eruit, Duitsland eruit, Denemarken eruit. Wij doen helemaal niks en we zijn gewoon groepshoofd. Ze zijn niet moe, dus ze hebben alle energie nog. Ja. Dus volgens mij gaat het goed komen. Maar we gaan er morgen wel een hele zware kluif aan krijgen, hoor. Oh, je begint nu een beetje bij te draaien. Nou, nee, daar ga je wel een zware kluif aan krijgen. Nou, fysiek is dat een hele moeilijke wedstrijd. Fysiek is dat, zeker dat middenveld van hun, joh. Daar lopen er een paar die na de wedstrijd, die lopen naar het hotel. Hè. Die gaan niet met de bus, die gaan gewoon lopen naar het hotel. Die hebben er zin in. Maar jij zei van de week nog, maar dat komt toch goed. Voetbaltechnisch is het niet zo bijzonder. Nee, we moeten winnen. Kom op, weet je. Kijk, hun slechtste gedeelte is dat centrum. Dus ja, ik zou ze gewoon alle drie opstellen. Ja? Gakpo, Bergwijn. Maar dat wil je ook, toch, Memphis? Dat wil je dan. Gakpo erachter spelen, die komt eroverheen. Gewoon alle drie opstellen. En wie zet je op het midden dan? Twee maar. De Roon en de Jong. En dan heb je die vijf. Maar Klaas doet het toch goed? Klaas is bij elk doelpunt betrokken. Ja, dat weet ik wel. Maar die... Kijk, nu dat Memphis terugkomt... Ik vind dan Bergwijn en Gakpo... Heb je wel drie man, vind ik, met echt scorend vermogen. Ik vind Klaas toch meer de middenvelder. Jawel, maar als die Bergwijn nou goed zou doen... dan zou ik je gelijk geven, maar... Zou jij Klaas opstellen? Ja, omdat ik vind Bergwijn gewoon niet goed dit seizoen. Bij Nederland tenminste. Nee, maar kijk... Het is niet zo handig om het te zeggen, maar die Memphis speelt graag met hem samen. Ja. Moet je ook wel rekening mee houden. Hè? Dat is wel degene waar je het echt van moet hebben. Ja, dat is waar. Ja. Even kijken naar de achtste finales, wat er allemaal uitgekomen is. Zijn leuke wedstrijden geworden. Had je niet een heel klein beetje idee dat gisteren die Spanjaarden zaten te rekenen ook? Dat ze dachten, ik wil liever niet tegen Kroatië. Ja, laten we Marokko maar pakken. En die Suárez-ploeg, die hebben slecht gerekend, hè? Zo, je zat even verkeerd, ja. Die hadden alle spitsen eruit gehaald. Ja. Moesten er doorheen maken. Ja, dat was lekker niet handig, hè? Nee. Ja. Dat was niet handig. Leuke wedstrijden zitten erbij. Hartstikke mooi om naar te kijken.